Hoi, ik ben Thomas Singh. Leuk dat je kijkt. In Best zijn heel veel mensen actief met het meten van de fijnstofhoeveelheid in de atmosfeer, in de lucht. En we hebben fijnstofmeters aan het huis hangen. En dat is mooi om te weten, want dan kunnen we zien hoe slecht de lucht of hoe goed de lucht hier in Best is. Nou, het is hoe slecht de lucht hier is. En dat is niet zo gek, want Best ligt natuurlijk vlakbij het vliegveld, vlakbij het spoor, tussen twee snelwegen. Dus het is natuurlijk vragen om problemen. En we hebben ook nog eens een keertje wat landbouw. En als de westenwind is, zit het natuurlijk ook onder de rook van Rotterdam. Dus ja, we moeten dat eens gaan meten. En waar zit nou het probleem? Ik ga eventjes naar de site waar je dat kan meten. En dat is namelijk op https en dan samenmeten.rivm.nl en dan /dataportaal. Daar ga ik even heen. Nou, wij zijn nu op die site en wat je dan het beste kan doen, je ziet hier dat de lucht heel mooi is, behalve in Zuidoost-Brabant. Blauw is mooi en als het een andere kleur krijgt, wordt dat wat minder. En ga je dan hier op dat plusje, dan kom je wat meer in detail. En dan zie je ook dat eigenlijk hier zo'n cluster is van meetpunten. En je ziet nu hier ook dat Best echt zo'n prachtig punt is waar heel veel mensen eigenlijk aan het meten zijn. En dat is een heel positieve zaak. En ja, dan zie je dat er ook wel een flink verschil is. Je ziet dat er één helemaal negatief uitspringt, hier in Aarlen. En je ziet dat er hier in de Vleut eentje uitspringt, negatief. En hier zit er dan ook nog eentje. Nou, dit ben ik in de Vleut. Ik ben de enige in de Vleut die zo'n ding heeft hangen. Dat is heel jammer, want dit is niet iets wat toeval is. Je ziet dat het in het bebouwde kom vooral blauw is. En dan zie je dat toch die gele er een stukje minder is. Er zitten vandaag nog wat meer gele. Maar vanochtend was het heel extreem, was ik de slechtste. En ja, dat had dan te maken, de wind kwam vanaf het westen. En ja, dan is het of de snelweg of een grote stal hiernaast. En dan vrees ik het laatste, maar ik weet het niet zeker. En dat zou nou van belang kunnen zijn. Van ja, als nou meer mensen hier in het buitengebied ook zo'n meetstation hebben en bijvoorbeeld hier zitten en dan veel betere lucht hebben als ik hier, ja, dan zou het die stal kunnen zijn. Nu weet ik dat nog niet. Maar ja, het is wel opvallend dat eigenlijk altijd hier in de Vleut de lucht er slechter bij staat. En dat is toch wel raar. Dit is van belang, want wat ik hier nu meet is PM2.5. En dat is het fijnstof, ultrafijnstof. Dat is vreselijk klein. En dat zijn particles in de lucht, dat zijn deeltjes in de lucht. En we noemen dat fijnstof. En PM2.5 kost je, als je daar te veel van binnenkrijgt, maanden van je leven. Gemiddeld kost je dat letterlijk tussen de 6 en 9 maanden van je leven, als je daar gewoon te veel van binnenkrijgt. En in extreme gevallen is dat zelfs nog meer, kan het zelfs jaren zijn. En dus het is van belang dat we die lucht zo schoon mogelijk krijgen. En ja, Best ligt gewoon heel vervelend. We zien hier de A58, we zien hier de A2, het vliegveld ligt hieronder. Het spoor ligt ook nog eens een keertje doorheen. Dat stuift ook af en toe. Dan hebben we wel in het dorp dan de tunnel. En dus het gaat niet meer het dorp verder in. Maar goed, die tunnel zelf is dan wel weer minder gezond. En hier komt het dan weer naar buiten. Dus ja, goed. Het is echt van belang dat we daar aandacht aan besteden. Als we het kunnen verbeteren, dan moeten we dat gewoon doen. Omdat het de levenskwaliteit verbetert. En we zijn zo bezig met gezondheid. En we vinden dat anderen zich maar moeten aanpassen omdat jij gezond wil zijn. Prima, maar dan moeten we ook gaan kijken naar de uitstoot van dat soort kleine stukjes, kleine particles. En dat zijn met name chemische uitstootzaken. Eigen gemaakt door mens gemaakt. En dat is uitstoot van de banden. Het is uitstoot vanuit toevoeging aan bijvoorbeeld benzine en diesel. Die zorgt ervoor. Maar het kan ook zijn de uitstoot vanuit een megastal. Als dat niet wordt geschoond, ze hebben daar van die luchtwasmachines, als die uitstaan, ja, dan komt er dus ook meer vuil naar buiten. En dat wordt in Nederland wordt dat vaak regionaal gecontroleerd, maar die controle stelt zoveel niet meer voor. En ja, vandaar dat ik dan toch wel aandacht ervoor wil hebben.
en wil geven, dat we wel aandacht voor moeten hebben. Die machines moeten aanstaan en moeten schoon zijn, die moeten werken. En zo niet, ja, dan ben je gewoon de omgeving zodanig aan het vervuilen dat mensen maanden van hun leven kost. Dat kan je gewoon niet maken. En dat moet duidelijk worden. En het kan soms onbewust zijn, de machine doet het al een paar maanden niet en er is niemand die dat controleert. Dat kan dat ook zijn, maar dat is ook slordig. Als zo'n wasmachine er is, dan moet die gewoon goed werken. Dan moet je ervoor zorgen dat die goed werkt. En dat moet gecontroleerd worden door de overheid, want dat kan niet een buurtbewoner doen. Dat moet de overheid doen en die moet er ook voor staan dat dat gebeurt. En dat is dus nu niet het geval. Nou, dit is geen toeval, maar kijk dat ze ook zelf is. Je kan naar https en dan samenmeten.rivm.nl dataportaal. Daar kan jij ook heen gaan en kijk eens op een moment van de dag. Van hoe staat het er nu voor? Ik kan het wel zeggen, maar het kan best wel zijn dat het anders is. Kijk, als je dan vernieuwt, dan moet je ook helemaal weer terug. Dus dat is eventjes lastig, maar nu heb ik eventjes een nieuwe data die ik erin zet. De laatste. Ja, het kan zijn dat die veranderd is. Het hoeft niet. Ik weet niet of die hetzelfde pakt. Want het wordt eens in zoveel tijd wordt het vernieuwd. Nou, je ziet het is niet al anders geworden. Maar je ziet er af en toe zit er zo'n punt bij van hé, dat is wel extreem. De andere kant op, maar wederom het buitengebied. Of nou hier is of hier is. Het is vooral het buitengebied waar dat soort zaken plaatsvinden, ook hier. Dus het is toch wel van belang. De luchtvervuiling zit in de beboden kom, dat is waar. Maar de extreme zien we in het buitengebied en dat is toch opmerkelijk. Daar wil ik het bij laten. Ik denk dat het goed is dat we de politiek hier alert op houden. Er komen binnenkort verkiezingen aan. Dit zou een hot item mogen zijn wat mij betreft. Wat gaan wij in best doen om niet alleen te monitoren, want dat doen we nu al voor een groot deel. Mag in de fruits wat meer zijn en in de aarde ook. Maar wat gaan we er dan daadwerkelijk mee doen? En we zien hier die gegevens. Wat zijn nu acties? Hoe gaan we nou naar wat hier de reden voor is? Het kan een natuurlijke reden zijn, maar het kan ook puur zijn omdat er iets aan de hand is en dat we dat kunnen aanpassen. En als we dat kunnen aanpassen, dan denk ik dat we dat ook eigenlijk zouden moeten doen. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe.